enkele bonden aangesloten bij de Unie van Assertieve Vakbonden, UFAF, die solidair waren met de acties van de bond Werknemers EBS, overwegen nu ook mee te vergaderen met de OOS. UFAF-voorzitter Gerald McIntosh somde vanmorgen tijdens een persconferentie enkele zaken op die de directie van de EBS doet die niet door de beugel kunnen. De staking bij de OOS is niet plotseling begonnen, maar er is een proces aan voorafgegaan, zegt McIntosh. Meestal, wanneer bonden voor de groene tafel worden gesleept, weet de rechter niet wat zich vooraf heeft afgespeeld. Omdat de bonden willen praten voor een oplossing. Dus ze brengen de werkgever of de regering nu naar de groene tafel. Ze willen praten, maar ik kan een paar dingen, zaken aangeven. Er is vorig jaar bij de OOS een CAO uitgevoerd waarbij de definitieve overeenkomst niet is getekend, nog door de directie, nog door het vorig bondsbestuur. Er is een mevrouw geplaatst op het directiesecretariaat van de EBS. Dus heeft een bevordering gehad. Dat is tegen de bepalingen van de CAO. En als de directeur vindt, de CEO vindt, hij moet iemand hebben die hij vertrouwt, moet je daarover met de vakbond praten. Want je geeft iemand gewoon een bevordering. En al die andere mensen die wachten op een bevordering, je beantwoordt die brieven niet of je maakt je niet druk om die mensen. Het UFAF-bestuur ging ook in op vragen welke oplossingen het elke dag vergaderen van de OOS brengt en welk effect ze hieruit willen halen. Marciano Hellings, voorzitter van de OOS, geeft aan dat het een simpele oplossing is. Er is meer dan één partij, meer dan de OOS. Het vertrouwen is opgezegd in de directie. Er waren gesprekken gepland met de aandeelhouder. Misschien moeten die gesprekken op gaan komen, zodat we kunnen geraken tot de oplossing. De oplossing van het probleem is niet zo ver weg. En luistert u goed. Het probleem is niet geplaatst op het bordje van de aandeelhouder nadat dit alles is ontstaan. Het is weken van tevoren geantameerd. Maar luistert u. Er is een probleem daar. Luistert u goed. Er moet een grondslag zijn als je het principe van no work, no pay wil toepassen. Er moet een grondslag zijn. Ja toch? En wat is de grondslag? Omdat we vergaderen? Mag je niet vergaderen? Je mag toch vergaderen? Er is toch niet een verboden recht bij waar je geen gebruik van mag maken? Weet niet. We hebben toch het rechterlijk vonnis nageleefd. De acties opgeschort. De mensen zijn naar het werk gegaan. En we zijn in vergadering. Mag je niet vergaderen? Ga je inhouden van het loon omdat mensen vergaderen? McIntosh onderstreepte dat de bal nu op het speelveld ligt van de regering. En ze hopen dat het niet zo ver komt dat de andere bonden, aangesloten bij de UFAF, ook mee zullen doen met de vergaderingen samen met de OOS.